Mixer Nangro is een productie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. In deze aflevering zullen wij het hebben over de suspension procedure. Suspension, beter bekend als vrijstelling van het gemeenschappelijk buitentarief, is gekoppeld aan een procedure die door de belanghebbende opgevolgd dient te worden. Het Onderdirectoraat Internationale Handel van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is belast met de aanvragen en het doorgeleiden daarvan naar het CARICOM-secretariaat. Goeiedag kijkers, welkom bij Mixra Nangro, een productie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. In dit vraaggesprek zal mevrouw Saskia Nahar van het Onderdirectoraat Internationale Handel dieper op ingaan op de suspension procedure. Kunt u ons vertellen wat het gemeenschappelijk buitentarief inhoudt? Het gemeenschappelijk buitentarief is een overeengekomen tarief binnen de CARICOM. Dus alle CARICOM-lidlanden hebben hetzelfde tarief voor de producten indien ze geïmporteerd worden binnen de CARICOM. Wat moet een ondernemer allereerst doen om vrijstelling van invoerrechten aan te vragen? De ondernemer moet een formeel schrijven richten aan de minister van Economische Zaken met daarin het verzoek tot vrijstelling. Welke documenten moet de ondernemer overleggen voor de suspension aanvraag? Als eerst moet de ondernemer aangeven de HS-code van het product, de omschrijving van het product, zowel in het Engels als in het Nederlands, de hoeveelheid van het product dat jaarlijks geïmporteerd wenst te worden, de waarde van die van de betreffende hoeveelheid en dan wel in US dollars en of euro's, de technische specificaties in het Engels. En die zijn heel belangrijk voor de aanvraag, anders kunnen de aanvragen niet weg. En de periode waarvoor de aanvraag wordt gedaan, dus waarover men die vrijstelling wenst te hebben. Welke procedure wordt dan ingezet als alle documenten in orde zijn? Als alle documenten in orde zijn, dan wordt nagegaan als het product voorkomt op de list of ineligibles van de CARICOM. En als het product wel voorkomt op deze lijst, dan wordt eerst nagegaan als er lokale producenten zijn van het product. Als dat het geval is, dan dient de aanvrager contact op te nemen met de lokale producenten. Indien er geen lokale producenten zijn en het product wel voorkomt op de list of ineligibles, dan wordt de aanvraag opgesteld en gestuurd naar het CARICOM-secretariaat. Dat noemt men de request for suspension. Wordt dan opgesteld en gestuurd naar het CARICOM-secretariaat. Maar als het product niet voorkomt op de list of ineligibles, dan wordt nagegaan als het tarief nationaal opgeschort kan worden, dus vrijgesteld kan worden. In dit geval wordt de aanvrager geadviseerd om contact op te nemen met het directoraat belastingen, om na te gaan als er vrijstelling van invoerrechten verleend kan worden op basis van het grondstoffenbesluit. Welke instanties zijn belast met het geven van vrijstelling van invoerrechten? Het CARICOM-secretariaat verleent de vrijstelling voor producten die voorkomen op de list of ineligibles. Als die goedkeuring of die vrijstelling is verleend door het CARICOM-secretariaat, dan wordt dit middels een beschikking door het ministerie van Financiën in werking gebracht. Het ministerie van Financiën en wel het directoraat der belastingen regelt de nationale opschortingen, dus de nationale vrijstellingen, die worden door het ministerie van Financiën verleend. Wanneer komt men in aanmerking voor vrijstelling van invoerrechten? De vrijstelling van invoerrechten wordt verleend als er geen producenten zijn in de CARICOM van het betreffend product waarvoor vrijstelling is aangevraagd. Indien het aanbod kleiner is dan de gevraagde hoeveelheid. In dit geval wordt suspension of vrijstelling verleend over de hoeveelheid welke niet geleverd kan worden door het CARICOM-lidland. Wanneer de kwaliteit van de aangeboden producten niet voldoet aan of niet in overeenstemming is met dat van de aanvrager, wordt
de goedkeuring ook verdiend door het CARICOM secretariaat. Wat is de taak van het ministerie van EZ bij het proces van aanvraag van vrijstellingen? Het ministerie stuurt de aanvraag naar het CARICOM secretariaat en onderhoudt het contact met het secretariaat. Het ministerie gaat ook na als het product waarvoor vrijstelling is aangevraagd lokaal geproduceerd wordt en als het product voorkomt op de list of ineligibles. Indien het niet voorkomt op de list of ineligibles, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar het ministerie van Financiën of de belastingen voor het nationaal opheffen. Wat is het vervolgtraject wanneer de aanvrager in aanmerking is gekomen voor vrijstelling? Het ministerie stuurt dan de goedkeuring van het CARICOM secretariaat door naar het desbetreffende bedrijf ter kennisname en naar de belastingen voor verdere afhandeling. De belastingen maakt dan de beschikking op en geeft een kopie of geeft de beschikking af aan het desbetreffende bedrijf. En het ministerie van EZ krijgt dan een kopie van de beschikking. Hoe vindt de aanvraag van suspension nu plaats en zijn er veranderingen in de nabije toekomst? Thans worden de aanvragen opgestuurd naar het CARICOM secretariaat. We maken de aanvragen op en sturen het op naar het CARICOM secretariaat per mail. En het CARICOM secretariaat reageert dan. Na een bepaalde tijd krijgen we dan een reactie. Maar om het proces een beetje te vergemakkelijken, de procedure, en te versnellen, is het SimsuPro-platform ontwikkeld, waarbij in de toekomst de producenten of de bedrijven online hun producten kunnen zoeken in de CARICOM. En indien ze het niet kunnen vinden, dan wordt het proces van vrijstelling automatisch ingezet. Heel hartelijk bedankt mevrouw Saskia Nahar voor een bredere uitleg van de suspension procedure. Dat was het voor deze productie. Tot de volgende keer.